Beste kijkers, voordat we verder gaan naar de video wil ik even 20 seconden van jullie tijd. In samenwerking met Gordijnfestijn geven wij de waarde van 600 euro gordijnen weg. En het enige wat je hoeft te doen is ons twee op Instagram volgen en een persoon onder de post gaan taggen. Dus ga naar mijn Instagram, dan zie je het vanzelf. En dan kan je binnen 11 dagen een gordijn van 600 euro winnen. Kijk, wat wel belangrijk voor mij is, en daar ben ik heel eerlijk in. Ik doe een samenwerking, daarvoor word ik betaald, kom ik mee rond. We kunnen vaker samenwerking doen als beide kanten profiteren. Dus weet je, deze broeders die betalen mij, dus ga ook gewoon naar hun website. En als jullie ooit gordijnen nodig hebben, koop het gewoon daar. Want het is gewoon kwalitatief, betrouwbaar ook. Anders zou ik het ook niet promoten. Dus dat laat ik in de beschrijving. En dan veel succes met de winactie en veel plezier met de podcast. Woensdag een nieuwe aflevering van Vasten met Gassen. Assalamu alaikum. Hoe is het, man? Ja, erg goed. Ik voel me prima en ik ben erg gelukkig. Ik mag doen wat ik het leukste vind om te doen nog steeds. Dus ik tel mijn zegeningen. Altijd. Ja, kijk, ik kan je wel voorstellen, maar ik denk dat het goed is als je jezelf gaat voorstellen. Want ik kan wel zeggen van lange Franse rapper, maar ik denk dat je zelf meer ziet dan alleen rapper. Ja. Nou, als ik mezelf moet voorstellen, dan zou ik zeggen, hallo, ik ben Frans. De meeste mensen kennen mij als Lang Frans. Ik ben al langer dan dat de meeste mensen leven hiphopartiest in dit land. En ja, dat zeg ik met een grote glimlach, want daar ben ik heel blij om. En ja, ik maak altijd creatieve dingen en die probeer ik af en toe eens uit te brengen. En dat is meestal niet zonder succes. Ja. Hoe lang zit je al in de media-wereld? Nou, ik denk, ik was 21 en toen, even kijken, zeg ik het goed, 21, 22, toen studeerde ik aan de VU in Amsterdam. En toen zat ik in mijn derde jaar. Wat studeerde je? Bedrijfskunde. Oh, shit. Ja, ja. Nou, het viel allemaal wel mee hoor. Maar het was een universitaire studie, zeker weten. En ik zat er middenin. En ik werkte in een coffeeshop. En in dezelfde week toen in mijn leven ben ik naar mijn vader toe gegaan. Ik zeg, pa, ik heb geen tijd meer om te studeren. En toen zei ik ook tegen de baas van de coffeeshop, meneer Veling, ik heb geen tijd meer om bardiensten te draaien. Want ik krijg het te druk met de hossel, zeg maar. Met de rap hossel. En ik ben nooit meer teruggegaan. Niet naar mijn studie en niet naar de coffeeshop. Door wie ben je begonnen met de rap? Kijk, toen, zeg maar, toen ik tiener was, was er zeg maar alle rap die je als jongere kon horen, was bijzonder. Dus alles wat er was, wat je überhaupt kon vinden op een bandje of op een cd, dat vond ik vet, snap je? Dus Two Live Crew, LL Cool J, dat soort dingen. Maar toen ik de eerste keer Nederlandse rap hoorde, je moet je voorstellen dat je altijd Engelse rap hebt gehoord, weet je. Two Live Crew was ook wel heel erg, die hadden ook wel hele obscene teksten. Maar toen ik voor het eerst Os Dorre Possie hoorde rappen en niet lang daarna Extints. En Os Dorre Possie, die was heel hard, die kwam. De eerste lines van hun waren, ik zat in tram 5 en mijn lul stond stijf, want naast me zat een lekker wijf. Dus als je 12 bent en je hoort dat, denk je, what the fuck, weet je, wat zeggen deze gasten? En toen kwam Extints, en Extints die rapte voor het eerst over het feit dat je met rappen in dit land ook echt geld kon verdienen. En dat hij shows deed en dat zijn cd goed verkocht en dat hij alleen maar vriendinnen had en een dikke Audi reed en dat ze zit. En toen hoorde ik dat en toen dacht ik bij mezelf, toen was ik zeg maar 13, 14 en toen dacht ik bij mezelf, oké, dus dit is echt iets wat je kan doen in je leven? Ja, oké, dan is dit waarvoor ik teken, dit wil ik ook. Dus dat was daardoor. Ja, het is hun schuld, uiteindelijk. En toen ging je studio in en ja, en ja, goed, nou ja, dat er waren toen nog niet zoveel studio's. Dus we hebben ons eigen studiootje gebouwd. En dat was. Daarom is het grappigste voor mij van deze tijd is. Want jij zit ook wel eens bij mensen die muziek maken, neem ik aan. En ja. Je ziet wel eens hoe dingen gemaakt worden. En iedereen heeft tegenwoordig een flitsende Apple laptop. En daar kunnen ze van alles op doen. En er is een soort Spotify voor geluiden en dat soort dingen. Dat heet Splice. En dan kunnen ze allemaal samples downloaden. En zolang ze internet hebben, dan zijn ze de shit. Maar ik kom uit de tijd dat je zeg maar. Je had een drumcomputer en een sampler. En dat waren allemaal grote apparaten. En voordat je zeg maar. Toep, toep, kak, toep, toep, kak. Dat het ingeladen in sounds en in een drumcomputer was je gewoon 6 of 7 uur verder. En als iemand met zijn domme hoofd op een verkeerde knop drukte, was gewoon alles weg, weet je wel? Nee. Ja, dus is wel heftig. Oldschool manieren van shit doen. Dus het grappige is dat het nu allemaal zo vlot gaat en zo, weet je wel? Dus in het begin ging je erachter komen hoe dat allemaal werkte. En pas toen we een jaar of 19 waren of zo, 18, 19, toen hadden we echt een studiootje waar je een klein beetje in kon opnemen. En toen ging het hard, want toen kwam iedereen in Amsterdam die een beetje met rap bezig was. Die kwam vanzelf naar onze garage in Diemen-Zuid. Van de Opposites tot Jazz Air, tot Brace, tot Negative, tot... dat was de klik. En toen gingen we die mixtapes maken en dat waren
vieze liedjes voor de straat. En dat is ook heel erg leuk. Daar heb ik jouw jeugd mee verpest waarschijnlijk. Ja, vind je? Huh? Vind je dat? Nee, zeker niet. Absoluut niet. Denk je dat rap een invloed heeft op de jeugd? Jazeker wel. En wij waren ook ongelooflijk seksistisch en vrouwenvriendelijk. Als je die straatremix teksten erbij pakt, dan is het niet normaal. Maar we waren zo grappig dat je het ons allemaal vergeeft. Want we zeiden het met zo'n grote glimlach. En vaak rapten we over dingen die we nog helemaal niet hadden meegemaakt, weet je wel. Yeah. Dus dat werd wel gepikt. Nee, ik sta achter alles wat ik ooit heb gedaan en ooit heb uitgebracht. En ook achter het nummer Sletje, waar ik dus bijvoorbeeld niet op sta, maar wel altijd zeg maar de schuld van krijg, weet je. Ik take hem, ja, geen probleem. Waar denk je dat dat vandaan kwam? Dat de vrouwenvriendelijkheid, seksisme en zo? Want dat zie je wel vaker bij rappers, toch? Ja, kijk. Ik denk dat... dat weet ik niet. Ik weet ook niet of het vrouwenvriendelijk is, per se. Ik denk dat er gewoon best vrouwen zijn die dit heel leuk vinden. Ik denk dat er ook heel veel vrouwelijke rapfans zijn. Ik denk, zeg maar, hoe oud is rap? Laten we zeggen dat rap in 1975 is geboren ongeveer. Dus dan is rap is 45. Nou, er is nog nooit in de historie van de rap, zeg maar, dat er te weinig vrouwen in een videoclip wilden dansen of zo. Weet je? Dat is nog nooit een tekort aan videofictions geweest, bijvoorbeeld. Om aan te geven. Nou, ik denk dat je het moet balanceren. Ik in ieder geval. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, Too Short, ik weet niet of je Too Short kent, is een Amerikaanse rapper en die is inmiddels ook al de 50 gepasseerd. En die man die heeft iets van 22 albums gemaakt. Zo. En dat gaat alleen maar over hij die seks heeft. Dus het kan en het verkoopt. En seks is ook belangrijk. Seks is een energie. Ik denk dat veel mannen hun tanden niet eens poetsen als ze geen vrouwen tegenkomen op een dag. Laat staan dat ze naar de kapper gaan en een verse outfit halen en dat soort dingen. Dus seks is zeker een drijfveer in alles wat we doen, denk ik. Denk je dat het ook ligt aan deze tijd dat we gewoon veel gevoeliger zijn geworden voor dat we allemaal kleine bitches zijn geworden, bedoel je? Ja, ik bedoel, tegenwoordig kan niks meer. Nee. Of je wordt gecanceld. Ja, ja. Het is maar wat populair is, toch? Ja, ik weet niet. Kijk, wat het natuurlijk ook is, alles gaat snel. Dus als je bijvoorbeeld iemand wil cancelen, dan weet je, vroeger moest je beginnen met brieven schrijven naar een zender of een platenlabel, dit of dat, weet je. Dat schoot allemaal niet echt op. En nu is het van, iedereen kan zijn onvrede op social media eruit gooien. Dus je ziet dat bedrijven als vrij snel bang worden. Dat is wel echt zwak, man, vind ik. Ja. Ook met Johan Derksen, toch? Hij zei laatst van Turkije is echt een kutland. En ja. Is gelijk mensen gelijk van, ja, je moet hem cancelen, helemaal niet op tv. Dan denk ik van, mag je geen mening hebben, toch? Hij mag het toch gewoon een kutland vinden of de president een kutpresident vinden. Dan denk ik van, weet je, we zijn wel heel erg gevoelig geworden voor bepaalde uitspraken. Dat is wel jammer, man. Ja, maar kijk, Derksen is een slecht voorbeeld. Want Derksen roept al jarenlang shit. Ja. Snap je? En er zijn altijd mensen die zeggen, hij moet gecanceld worden. Eindstand, hij wordt niet gecanceld. Waarom niet? Omdat het een kijkcijferkanon is. En de mensen, de adverteerders blijven gewoon betalen. Ja. Snap je? En als adverteerder X afhaakt, dan neemt adverteerder Y graag die plek over. Wanneer denk je dat je wel iemand moet cancelen? Ik ben sowieso niet van cancelen. Volgens mij moet je helemaal niemand cancelen. En ik denk gewoon van... Maar als iemand een racistische uitspraak doet, hè, en daarop echt achter staat. Ja. Nou, ik heb dit gerept op mijn nieuwe album. Ik heb een line en ik zeg op een gegeven moment, doe wat je wil en deal met de consequenties. Op die manier ontdek je alle frequenties. Oh, wauw. Snap je? Dus kijk, als jij zeg maar... stel, je gaat nu naar buiten en je gaat je buurman uitschelden. De hele dag ga jij je buurman hier uitlopen schelden. Ik roep maar wat, want daar heeft gisteren zijn muziek. Of whatever, weet je? Doe het maar en ontdek vanzelf maar hoe de buurman reageert. Ik geloof heel erg daarin, snap je? Ik geloof heel erg in instant karma. Ik geloof heel erg in als jij je als een idioot gedraagt de hele dag, dat vroeg of laat gaat iemand je checken op een bepaalde manier. Maak maar racistische grappen. Houd vol als je metrolijn 53 en 54 in Amsterdam rijdt. Ik weet niet meer of ze zo heten, de lijnen, maar de oude gein en de gasten. Doe het, weet je. Succes. Denk ik altijd maar. Ik denk dat de energie je vanzelf cancelt of zo. Denk je niet? Ja, ik... Maar dit is hoe ik erin sta. Als iemand zo, zeg maar, ook als je bijvoorbeeld... Ja, kijken of ik nog een gek voorbeeld kan geven.
Ja, verzin het maar. Doe het maar gewoon. Doe wat je wil. Mm-hmm. En je merkt vanzelf wel of het goed valt bij iedereen of bij genoeg mensen. Ja, precies. Maar het is weer zo dat als een klein groepje die niet leuk vindt, als zij zeg maar echt zo'n campagne voeren om je eraf te halen, dan... Mm. Ik heb het laatst meegemaakt, bro, met de VPRO. Ik weet niet of je het hebt gezien. Nee, ligt me in. Ik had een gast geïnterviewd en best wel een controversieel persoon. En omdat ik hem heb geïnterviewd, hebben ze mijn programma met de VPRO gecanceld. Puur omdat ik iemand heb geïnterviewd. Waarom was die persoon zo controversieel? Wat hij doet is, hij heeft een pagina. En op die pagina deelt hij bepaalde video's van vrouwen. Yeah. En hij zeg maar het gezicht. Een soort van... wraakporn-achtig. Nee. Gewoon, het is letterlijk, mensen plaatsen TikToks en ze plaatsen Snapchat of yeah. Instagram stories, weet ik veel. En dat repost hij gewoon. That's en dan, it. Ja, that's it. En dan gaan er mensen helemaal raar onder reageren. Yeah. Hij is gewoon een opinie maken. Maar ja, weet je, mensen vinden hem gewoon het gezicht van Shami. Hij is een persoon die levens verwoest. En doordat jij met hem ging praten, is jouw programma nu klaar. Ja. Ja, dat is toch fucked up. Ja. En omdat ik niet... Ze vonden dat ik niet kritisch was. Want Danny Goos had diezelfde gast een week eerder ook voor de VPRO geïnterviewd. Dus dat is wel lullig. Maar was Danny wel kritisch? Danny was wel kritisch. Ik was ook kritisch, maar op een andere manier. Ja. Yeah. Ik denk, als je een bepaalde manier van interviewen hebt, dan kan je ook meer mensen trekken. Als jij met de vinger gaat wijzen en vet streng gaat zijn. Precies. Dan mensen ook denken van, ik hoef niet bij deze man te komen. En dan zijn jij de verhalen die je moet horen, toch, van die mensen. Om ze ook te kunnen begrijpen. En als je er iets aan wilt doen, dan moet je juist weten wat hun beweegredenen zijn. Ja, eerst die dialoog. Ja, precies. Ja. En dat is ook wat jij doet. En ik wil daar ook wel nu op ingaan. Je had een YouTube-kanaal. Hmm. Die is inmiddels voorbij. Ja. Die is inmiddels voorbij. Echt bizar gewoon, man. Ja. Hoe zit dat dan, man? Nou, kijk, ik had zeg maar de muziek die ik independent had uitgebracht. Is gewoon hele mooie videoclips die ik de afgelopen jaren zelf had gemaakt. Die stonden daarop. En op een gegeven moment de podcast. En er was één track en dat was Lockdown. En daarin zei ik van... een pedo-netwerk wereldwijd vraagt niet hoe via Hillary Clinton tot de Oranjes aan toe. Dat was een van de lines in die rap. En toen had ik een waarschuwing gekregen. Dat YouTube zei van ja, dit gaat in tegen onze, het schendt onze weet ik veel wat, weet je. Maar dan zeggen ze er niet bij wat dan precies, weet je. Dus ik had ervoor kunnen kiezen om dat liedje eraf te halen. En dan had ik misschien de boel kunnen redden. Dat heb ik niet gedaan. Toen kwam er een tweede... waarschuwing. Strijk noemen ze dat, ja. En toen was alles meteen weg. Maar in de nacht dat ik ben weggehaald, zijn er nog duizenden andere kanalen verwijderd. En heel veel kanalen die enigszins pro-Trump waren of anti-establishment of die enigszins schoon schip wilden maken in deze wereld en gewoon de veiligheid naar buiten brengen. Om dat te delen met mensen. Er zijn heel veel kanalen zijn er in diezelfde nacht zeg maar om zeep geholpen. Dus ik ben daar niet alleen in, zeg maar. Ik voel me niet super zielig, want er zijn heel veel mensen die in hetzelfde schip zitten met mij. Waarom denk je dat gebeurt? Nou goed, YouTube is in handen van de tech-giganten natuurlijk. En wat is dat, bro? YouTube is van Google. En Google is ook van een paar mensen. Uiteindelijk zijn er een paar mensen die daar aan de touwtjes trekken. De Zuckerbergs en de Jack Dorsey's van Twitter. En dat zijn dan de twee mensen die we kennen. Er zullen nog 20-tal mensen omheen hangen die we niet kennen, maar die allemaal evenveel te snacken hebben als het goed gaat met dat soort bedrijven, snap je? En die mensen hebben in een bepaalde politieke ideologie geïnvesteerd door geld te geven aan bepaalde kandidaten. En goed, ik denk als je het internet beheerst, dan beheers je natuurlijk de propaganda. Als jij kan bepalen wat er wel bij mensen binnenkomt en niet. En wat je ook moet voorstellen. Kijk, ik maak natuurlijk een gesprek. Soms duurde het anderhalf uur, soms twee uur, soms tweeënhalf uur. En we stonden op een gegeven moment met die content gewoon in die trending top 20. En dat is natuurlijk vervelend. Want als jij als YouTube alleen maar korte snackfilmpjes wil hebben van die 2 minuten duur of 12 minuten max. En mensen kunnen veel kijken en je kan heel veel reclames ertussendoor en ertussen snijden. Dan kan je veel geld verdienen.
Maar met het ding van mij kon je geen reclame voor of tussen. Dat heb ik allemaal uitgezet, want daar ging het mij niet om. Daar gaat het me nog steeds om. Maar we zaten op een gegeven moment gewoon in de weg. Omdat mensen zaten 2,5 uur naar shit te kijken waar ze geen reclame omheen konden verkopen. Dat zal misschien ook een rol hebben gespeeld. Dat weet ik niet. Omdat je, nou, wat ik je net voordat we begonnen zei. Ik heb echt wel flink wat geld uitgegeven om in contact te komen met YouTube. En zelfs dat is me niet gelukt. Ik heb gewoon een hele dure advocaat in de arm genomen om dat te fixen. En uiteindelijk was ik zoveel geld kwijt en alleen maar dat YouTube zei, ja, nee, we gaan eigenlijk niet in op deze zaak. Ja, dan denk ik, hoeveel geld moet je uitgeven om nog een zin in een quote van hun te kunnen pakken? Ik besta gewoon niet voor hun. En dat is wat je als tech-giganten als Google en YouTube en Twitter kan doen. Je met één druk op de knop kan je mensen stil krijgen. Maar het vervelende voor mij is, ik heb natuurlijk mijn platform en ik heb ook andere manieren van mezelf uiten. En mijn social media is nog steeds vooralsnog intact, zeg maar. Sorry, ik onderbreek je, maar waarom heb je gewoon geen nieuw kanaal? Ik heb een nieuw kanaal geprobeerd. Dat heeft 52 uur in de lucht gehangen voordat ze erachter kwamen dat ik het was. En toen heb ik ook niet die videoclips erop gezet, maar alleen maar het podcastmateriaal. Wat dus weer raar is, want dan kan je dus zien van het ging dus niet alleen om dat clipje, het ging dus om veel meer. Maar laten we er dan over praten. Maar een dialoog met YouTube is niet te doen. Nogmaals, ik hou van YouTube. Ik heb alleen maar respect voor YouTube. YouTube is een fantastisch platform. En er zijn regels. En blijkbaar waren er zoveel regels in zoveel kleine lettertjes dat blijkbaar ik ze niet allemaal gelezen heb. Ik vind nog steeds niet dat ik iets fout heb gedaan, snap je? Dus daarom kan ik ook gewoon, het is wat het is. En goed, ik heb mijn eigen site waar de podcast op staat. Hij staat op Facebook, hij staat op BitChute. Dus hij staat op Spotify, hij staat op iTunes. Dus als mensen me willen consumeren, dan kunnen ze me consumeren. Alleen meestal niet via mijn eigen YouTube-kanaal. En mensen zetten hem ook op YouTube. Dus de nieuwste podcast kan je ook gewoon op YouTube kijken. Je moet misschien ietsje harder graven, maar uiteindelijk ga je het vinden. Ja. Hoe heeft het je interesse getrokken? Ja, ze noemen het conspiracy theories. Vind je dat al een goed woord? Nee, dat is niet een goed woord. Maar bij gebrek aan een beter woord is het een prima woord om te gebruiken. Ik deelde jaren 15 geleden deelde ik een studio in Amsterdam. En een van die studio's zat een house producer. Ik zal zijn naam verder niet noemen, is niet belangrijk. Maar een succesvolle house producer. De man achter de grote DJ's, weet je wel. En die had los van dat hij heel goed was in muziek maken, had hij een gigantische bibliotheek. Allemaal boeken en dvd's en harde schijven vol met allemaal materiaal wat nu, weet je. Toen was het nog niet echt veel te vinden op YouTube, zeg maar. Toen was YouTube vooral kattenvideo's heel veel. Die ook leuk zijn, maar. Hè. En hij begon me boeken te lenen en ik begon erin te lezen. En dacht, jezus, dit is ontzettend interessant. En toen ik 17 was, had ik al een werkstuk gemaakt bij geschiedenis. En het ging erover dat ik vond dat de tempels die je in Zuid-Amerika en Midden-Amerika aantreft heel erg lijken op de piramides in Egypte. En ik had daar een werkstuk over geschreven en ik dacht, ik heb gewoon een 10 gehaald. En dit is gewoon het meest fantastische wat ik ooit geschreven heb, weet je. Toen kreeg ik een 5,5. En toen dacht ik ook al van, wacht even, ik voel heel erg dat dit wel klopt. Maar omdat het dus niet in de lijn was met wat school je moest vertellen, wat waar is en wat niet waar is. Want kijk, over de geschiedenis, niemand weet geen ene moer, snap je? We weten vanaf waar de foto's zijn gemaakt en waar we shit hebben opgeschreven in kranten, hooguit, wat voor weer het was en zeg maar wat er een beetje aan de hand was. Maar niemand weet iets, weet je? Niemand weet wanneer de piramides zijn gebouwd. Niemand weet een ene moer. En dat vond ik, dus dat heeft altijd mijn interesse heel erg aangewakkerd. En vooral ook dat ik af en toe kreeg van, nee, dit mag je niet onderzoeken, dit klopt niet, weet je? Dat wakkerde alleen maar weer meer mijn interesse aan, zeg maar. Denk je dat geen één geschiedenis klopt? Op wanneer kunnen we wel zeg maar, vertrouwen op nou, iets? Nou kijk, dat is een goede vraag. Want op dit moment staat alle geschiedenis bij mij staat op losse schroeven. Want stel, we zitten nu hier met 3 man in deze ruimte. En heel fucking Zaandam ontploft. Alleen deze ruimte, wij zijn de enige overlevenden, snap je? Dan is het uiteindelijk wat wij vertellen wat er is gebeurd, wat waar is. Want wij zijn de enige 3 motherfuckers die in dit huis uitkomen kruipen. Ja. Dus wij kunnen zeggen, ja man, we waren in een soort diepe meditatie en we bouwden een krachtbundel. En sorry, doordat we zo in die heftige meditatie waren, bam, was iedereen in één keer weg. Weet je? Terwijl we gewoon, weet je, terwijl het een heel ander ding was waarschijnlijk. Dus daar geloof ik wel heel erg in. Maar, niet alles is nep natuurlijk, maar ik heb wel vraagtekens, zeg maar. Waar zit je grootste vraagteken? Dat is ook een goede vraag. Iets wat je echt is bijgebleven, waarvan je dacht van, oké, dit is wel echt heftig.
Nou, een van de dingen die ik het allerinteressantst vind, zijn toch wel, denk ik, dat er niet zo heel lang geleden, misschien op de helft van de 17e eeuw, 18e eeuw, rond die periode, dat we toen al een hoop interessante dingen konden. Er waren mensen die hadden auto's die op waterstof reden. Er waren, je had iemand als Nikola Tesla, die had al iets ontworpen, dat heette vrije energie. Nou, dus die kon gewoon energie opwekken. Ja, hoe die het deed, weet ik niet. Maar toen ze hem vroegen waar de meter tussen moest, zeg maar, zodat ze mensen geld konden vragen, toen zei hij van ja, er hoeft geen meter tussen, want het hangt overal in de lucht en iedereen kan het opwekken, snap je? En niet lang daarna ging hij dood. Ja, dat vind ik interessante dingen, snap je? Oh, wow. En de meeste mensen kennen Tesla nu van de hippe elektrische auto's die we hebben rijden. Ja. Maar de echte ontwerper Nikola Tesla was iemand die zich zijn hele leven heeft gewijd aan het opwekken en het vinden van vrije energie. Ja, man. En dat vind ik dingen van, moet je voorstellen dat dat er was geweest. En ook, zeg maar, hoe ons voedsel bereid wordt, daar moet ook veel energie, heb je daarvoor nodig, weet je? Om je huis te verwarmen is energie nodig, om te koken is energie nodig, om een tomaat te kweken is energie nodig, om jezelf te vervoeren is energie nodig. Moet je voorstellen dat dat allemaal gratis was geweest. Dat had voor veel mensen een grote last van hun schouders afgehaald, denk ik. En dan denk ik van, ja, weet je, het is jammer dat dat niet zo is op de een of andere manier. Maar aan de andere kant ook weer logisch, want als er mensen zijn die, stel wij hebben heel veel aandelen in de energie zoals die was, hè? Olie, lampen en kolencentrales en dat soort dingen. Ja, dan was het voor ons financieel misschien beter dat het nog even bleef zoals het is. Dat snap ik ook wel. Maar denk je dat er één stamboom is die zeg maar aan de macht is geweest? Of is dat telkens weer veranderd? Kijk, dat durf ik niet te zeggen. Het zou kunnen. Maar ik denk meer dat je het zo moet zien, zeg maar. Er komt altijd op een gegeven moment in je leven komen er misschien momenten dat je kan kiezen voor het goede of het kwade. Snap je? Ja, zal ook momenten in je leven hebben gehad dat er misschien opties waren waarvan Arjan je, zeg maar, kon instappen. Dat je niet veel moeite had gekost, maar uiteindelijk had het geld of de energie die je eruit had gehaald was misschien niet zuiver geweest. Snap je? Misschien had je daardoor 's nachts niet lekker kunnen slapen. Ik noem maar wat, weet je wel. En ik denk dat ieder mens op bepaalde fases in zijn leven krijg je dat soort verleidingen naar je toe gegooid. En dan is het de vraag van, hoe ga je ermee om? En ik denk dat artiesten zijn makkelijk om te kopen, snap je? En ik denk dat het belangrijk is om als artiest toch die, hoe zeg je dat? Die echtheid erin te houden. Je moet als artiest vertellen wat er gebeurt, weet je? Je bent een van de echtste journalisten. Een gevoelsjournalist moet je zijn, snap je? Dus het hoeft niet per se te gaan over wat er nu in deze week op deze plek aan de hand is. Maar het is meer, je hoort wel een gevoel te vertolken wat er in de samenleving speelt, denk ik. Ik weet niet of ik daarmee je vraag goed heb beantwoord. Ja, zeker. Ik zit gewoon na te denken dat er mensen zijn die zo'n grote invloed hebben, de macht hebben over ons, weet je. Mm. En uiteindelijk draait het allemaal om geld, toch? Mm. Maar kijk, ik zat deze week zat ik met iemand te praten en diegene zei ik van, kijk, hoe denk je dat het komt dat mensen die helemaal, zeg maar, hunzelf zijn en spiritueel correct zijn en die alles wat dat betreft, gewoon, die gewoon chill the fuck out zijn, weet je, die gewoon, hè? Die hebben het gewoon. Waarom zijn dat niet de mensen die op een kwade manier de wereld overnemen? Snap je? Waarom niet? Omdat ze chill te fuck out zijn. Als je gewoon relaxed bent met jezelf en je bent happy met wie je bent en waar je bent en wat je aan het doen bent in het leven, dan heeft niemand een natuurlijke drang om de fucking wereld over te nemen. Snap je? Jij wil de beste Ismael Ilgun worden die jij kan zijn. Je wil de beste programma's maken, de beste podcast maken en hè? Dat is wat jij wil. Maar je hebt niet een of ander duister plan om de wereld over te nemen, begrijp je? Ja. Want je bent, hè? Dus ik, het is vaak dat compensatiegedrag. Ik wil niet zeggen dat alle mensen met een sportwagen van 300.000 euro, zeg maar, een kleine piemel hebben. Dat zeg ik niet. Maar ik denk wel dat het percentage groter is, begrijp je? Ik denk dat het ook een soort van compensatiegedrag is, begrijp je? Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik die sportwagen nodig heb, begrijp je wat ik bedoel? En ik denk van dat ons ook door de muziek die we consumeren, door de films die we consumeren, door de reclames en de propaganda van de media, wat natuurlijk de staat is waar we van jongs af aan mee worden gebombardeerd eigenlijk. Ik denk dat we voor onszelf moeten, op een gegeven moment kom je erachter dat zelfs een nieuwe auto is maar 2 weken nieuw. Oké, misschien is die 2 maanden nieuw, maar daarna, die geur gaat eraf, begrijp je? Daarna is het echt gewoon een auto. Het kan een hele vette auto zijn, maar het is gewoon nog steeds een auto, begrijp je?
En op een gegeven moment kom je erachter dat je dat soort shit niet echt nodig hebt. En dan krijg je minder respect voor de psychopaten die alleen maar gieriger en gieriger en gieriger. Weet je, ik hou ook van mooie spullen. Ik hou ook van mooie dingen, mooie schoenen natuurlijk. Ik hou ook van mooie horloges, een mooi huis, hè, een mooie vakantie. Wie niet? Iedereen houdt daarvan. Maar ik zie ook wel in dat om 100 keer meer te hebben dan een ander, denk ik dat je op zijn minst 20 keer zo slecht moet zijn dan een gemiddeld mens. En dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. En ik zeg niet dat er geen manieren zijn dat je 100 keer of 1000 keer rijker kan worden dan een gemiddeld persoon. Die zijn er ongetwijfeld. Maar ik hoop dat mensen de wegen vinden zonder dat ze 's nachts te veel slaap hoeven te verliezen. En dat ze hun ziel intact kunnen houden, snap je? Dat is, denk ik, wel belangrijk. Ben je bezig met spiritualiteit? Jawel, maar altijd al wel, zeg maar. Ik denk gewoon, je moet... We eten gezond, we gaan naar de sportschool, snap je? Je laat geen mensen in je leven die je fucked up vindt. Als iemand hier de hele dag komt zeuren aan je hoofd, op een gegeven moment ga je de deur niet meer voor hem open doen. Hij gaat in jouw energie zitten, want jij bent happy en je bent dingen aan het doen. En deze gozer zegt, shit is kut, man, shit is echt kut. Elke dag zegt die gozer dat. Op een gegeven moment denk je van, what the fuck moet ik met deze gozer? Hij vindt alles kut. Ik wil graag mensen om me heen hebben die er... Weet je, die met dezelfde spirit naar het leven kijken. Daar begint het dan mee. Dat je dat soort slechte energieën uit je leven haalt. Je gaat niet met... Als je loopt met 4 sukkels, ben je zelf de 5e sukkel. Het is gewoon een feit, weet je. Dan kan je niet... Dan moet je echt jezelf in de spiegel aankijken. Als dat spiritualiteit is, dan ben ik een spirituele motherfucker. Zo, ja, dat echt wel. En ik drink geen alcohol al een tijdje niet. Hoe lang al niet? 4, 5 jaartjes ongeveer nu. Was het daarvoor heel heftig? Of? Nou, niet heel heftig, maar het er was wel een kruisverband tussen alcohol en mijn cocaïnegebruik, snap je? Dus dat heb ik eruit geschakeld en dat heeft daar heel erg mee geholpen. Alle twee? Ja, sowieso. En ik denk, bij mij had het verband met elkaar. Dus als ik dronk, ging op een gegeven moment ook cocaïne gebruiken. Dus ik denk, als ik niet meer drink, dan kom ik ook niet meer op het punt dat ik denk, hey, waar is dat pakje, snap je? En dat, ja, dat werkt. Dus voor iedereen is mijn gouden tip, als je wil stoppen met cocaïne gebruiken, stop dan met drinken als eerste. Okay. Weet je, dat is super belangrijk. En alcohol wordt ontzettend gepromoot. Alles wordt gevierd met een borrel. Weet je, op je werk altijd als er iemand weggaat of er iemand is jarig, borrel dit, borrel dat. Alcohol, als we wat te vieren hebben, champagne, dit en dat. Maar ik denk dat alcohol brengt je niet in een goede sfeer. En het verlaagt je niveau eigenlijk. Ik denk dat alcohol je dingen laat doen die je normaal gesproken niet zou doen. En je krijgt nog eens hoofdpijn de volgende dag. Je betaalt eigenlijk om jezelf gewoon... Ik bedoel dat je al überhaupt moet betalen om plezier te hebben of ja, meer plezier te hebben. Dat is best wel... Dan heb je niet echt plezier, man. Dan begrijp je niet wat genieten is. Als jij daarvoor drank of drugs nodig hebt. Dus er zijn mensen die gewoon op een nuchtere manier uren kunnen genieten. Dus waarom zou jij dan betalen voor iets wat jou, één, je lichaam kapot maakt, je hersenen kapot maakt. Plus je hebt de volgende dag nog hoofdpijn. Ja. Dat is wel bizar eigenlijk. Dat is ook raar. Iedereen heeft er last van. Ik bedoel, je kan je voorstellen als je zeg maar 10 jaar oud bent en je bent met je vrienden buiten aan het spelen en het is een mooie warme dag, weet je. Je mag allemaal tot laat buiten blijven en het voetballen gaat lekker en alles loopt. Je hebt een zorgeloos leven op dat moment, snap je? Dus vaak kan je op die manier kan je wel plezier maken. Maar ik denk ook dat, omdat mensen zoveel zorgen hebben in hun leven, weet je, de meeste mensen redden het niet tot het einde van de maand met hun salaris. Heel veel mensen doen werk wat ze niet gepassioneerd over zijn. Dus ze verhuren hun tijd. Snap je? Je verhuurt je tijd gewoon. En ik denk dat, en ook op de radio, bijvoorbeeld als je in de auto zit, je luistert naar de radio, op woensdag dan hoor je alle radio-dj's op alle stations hoor je zeggen, we zitten op de helft van de week. En dan denk ik altijd, ja, oké, het is woensdag, dat klopt. Technisch gezien heb je gelijk dat het nog maar 2 dagen is tot het weekend weer begint. Maar ik probeer alle 7 dagen van de week probeer ik leuk te maken. Of het nou zondag is of maandag, begrijp je? Ik heb dat nooit gesnapt op die manier. En ik kom natuurlijk ook uit een ritme waarin ik altijd in het weekend aan het werk ben. Maandag is meestal mijn zondag, snap je? Dus dan zit je al in een soort ander ritme. Maar ik heb dat ook nooit begrepen. Ik denk dat je elke dag gewoon gelukkig moet zijn met wie je bent en wat je aan het doen bent. En als je 's ochtends wakker wordt en je denkt, ik mag weer dit gaan doen of ik kan weer dit gaan doen, weet je, dan heb je geen radiostation nodig om je te zeggen dat de week door de helft is gebroken. Weet je, what the fuck is dat? Ja, maar wat ik me ook wel afvraag is, ben je in 1 keer gestopt met het gebruiken of is dat stap voor stap gegaan? Nou, er zaten wel fases in hoor, maar op een gegeven moment... Maar ik ben het gebruik gaan opbouwen toen ik niet lekker in mijn vel zat. Waarom zat je niet lekker in je vel?
Nou, er is een periode geweest dat ik echt dat ik heel hard moest werken. En ik begon cocaïne te gebruiken om gewoon 's nachts wakker te blijven. Ik had geen geld om een chauffeur erbij te nemen. Dus ik, weet je, om gewoon in plaats van 20 espresso te drinken bij het pompstation, nam ik een klein lijntje en dan kon ik gewoon weer even door. Uiteindelijk, wat je zegt, voor cocaïne komt ook een kater. Dus de volgende dag ben je extra brak, je bent extra kater. Je stem is niet goed, want het komt door je keel naar binnen. Nou, je zingt met je stembanden, dat zijn twee spieren die trillen. Dus er zijn zoveel nadelen aan het gebruik, zeg maar. Zeker als je doet wat ik doe, of, weet je, dan schiet het gewoon niet op. Dus dat besef, dat kwam op een gegeven moment van, ja, wat ik aan het doen ben, voelt zeg maar in die nachten wel goed, maar alle andere dagen van de week voelt het als een brok aan je been. Dus dit moet ik niet meer doen. Ik rook nog wel hash joints, daar ga ik nooit mee stoppen. Dat maak ik hier officieel statement van. Dat is het enige wat ik nog wel doe. En voor de rest heb ik zo goed als alles afgezworen. Ja. Wat voor invloed had het op je gezinsleven dat je gebruikte? Nou, ik heb het goed weg kunnen houden, hoor. Okay. En ik was er altijd. Ik heb altijd mijn kinderen naar school gebracht. Ik heb geen afspraken gemist. Ik was niet iemand die dan zeg maar om 12 uur of om 1 uur 's nachts, of 's middags pas wakker werd. Dat heb ik mezelf nooit toegelaten. Dus in de praktische zin, maar dat mijn gezin heeft gemerkt dat ik daarna zeg maar snauweriger was, weet je, als je een zwaar weekend had gehad, absoluut. En die hebben dat echt wel, dat hebben ze moeten doorstaan allemaal. En dat is iets, je kan dat niet terugdraaien, het is gebeurd, snap je? Ik heb het zo netjes mogelijk geprobeerd te doen, als dat ik kon. Maar als je iemand hebt die verslaafd is aan drugs, dan gaat het altijd een rol spelen in de levens van de mensen om je heen ook. 100%. Ja. Hoe goed je het ook verstopt, denk ik. Ja. Ja, misschien heb je het ook een beetje onderschat, toch? Ik denk dat je onderschat je altijd wel. Ja. Ja. En de na-effect ervan en zo. Ja, sowieso. Wat ik me ook wel afvraag, hè? Je zit al jaren in de rap game. En dit wordt telkens gevraagd aan mensen die langer in de rap game zitten. Wat vind je van de nieuwe generatie? Ja, ja. Wat vind je van de rap game? Hoe kijk je daarnaar? Luister, kijk. Toen ik begon te rappen, waren er 10 rappers. Toen ik mijn muziek uit begon te brengen, hadden we in Nederland 100 actieve crews, zeg maar. Je had 25 semi-pro's in Rotterdam, 25 semi-pro's in Amsterdam. Dan had je, en verdeeld over Nederland had je nog een paar mensen. Je had Zwolle, maar iedereen kende elkaar en het was zo van, oké, die gasten zijn bezig. Deze dagen, omdat, zoals ik al zei, hoe we vroeger liepen te kutten met die apparatuur en dat je grote spullen nodig had en niemand snapte echt wat we aan het doen waren. En deze dagen heb iedereen met een laptop kan beats maken en een clip maken en een productie opstarten en Logic erop zetten en USB-microfoon, snap je? Dus waar je vroeger moest je heel veel traptreders moest je lopen om in te stappen. En deze dagen kun je gewoon, oké, welke homie heeft een microfoon en een laptop? We kunnen gewoon nu hier een studio bouwen, snap je? Als nu iemand komt, ik denk als wij nu gaan bellen, hebben we binnen 10 minuten iemand hier met een laptop en een microfoon hebben we al. Dus we hoeven alleen maar laptop over te schakelen, pap, en we kunnen gaan rappen. Dus het instappen, dat is laag geworden. Dus dat vind ik wel grappig, dat je hebt nu veel meer, omdat die stand van de techniek zo, de techniek is zo omhoog gaan, terwijl de prijzen zo naar beneden zijn gegaan. De eerste computer die wij kochten om muziek op te maken, die kostte 10.000 gulden. Dat is wel veel, man. Dat is vergelijkbaar met 10.000 euro nu, zeg maar, denk ik. Wow. Nou, oké, misschien niet helemaal, maar alsnog, bro, onder de 5.000 is. Het was serieus geld. En zeg maar, ik denk nu dat als je echt minimale middelen hebt, moet je voor onder de 700, 800 euro, moet je gewoon een setup kunnen kopen waarin je jezelf gewoon kan opnemen. Dus dat is dope. Dus tegenwoordig, kijk, vroeger, als je bijvoorbeeld talent aan het zoeken was, dan ging je op een gegeven moment naar een open mic en daar vond je op een gegeven moment de beste rappers van de stad. Snap je? Maar nu, de beste rapper van het land, die kan verstopt zitten in een schuurtje, God mag weten waar. Diegene heeft alleen maar stroom nodig en de internetverbinding. En diegene kan 4, 5 jaar aan het broeden zijn op de nieuwe beat en de nieuwe flow en de nieuwe sound. Dus dat maakt het spannender, snap je? Ineens kan er iemand vanuit het niets komen die niemand heeft zien aankomen. Die kan gewoon ermee wegrennen, snap je? Ja, maar goed, om te blijven bij je vraag. Er is een hoop neppe shit, 100.000%, maar er is ook een hoop dope shit. Weet je? En er zijn gasten die gewoon tering hard zijn en die beter worden. Wie vind je echt hard? Ik vind Kevin vind ik hard, sowieso. Die heb ik ook echt zien groeien de laatste jaren, weet je wel. Ik ben een hele grote fan van Mokromaniac.
Maar dat is gewoon, hij is een rapper. Snap je? Hij komt altijd met bars op bars. En hij laat soms woorden rijmen op manieren die ik niet kan. Omdat hij praat op een bepaalde manier dat het logisch is, snap je? Hij kan 4, 5 talen door elkaar rappen. En dan denk je, ja man, het is hard. En als ik dezelfde rijm zou rappen, zou het niet hard zijn. Snap je wat ik bedoel? Nou is er ook wel een lange Frans rijm die hij zou kunnen rappen die daar niet hard zijn. Dus, begrijp je? Dus iedereen heeft zo zijn dingen. Lijpen vind ik dope. Seven vind ik dope. Wie hoorde ik laatst nou? Een jong guy. Jordan nog wat? Jordy Moon, volgens mij. Zijn Instagram is Like Air Jordan of zo. Hij was laatst bij Twitter ook. Ik vond hem uit hele dope lines. Ik vond hem dope. Okay. Maar weet je, zeg maar, iedere rapper die... Ik check veel shit. Dus als er iets is wat gewoon dope is, de beat is dope en de rap is geloofwaardig, dan fok ik ermee. Oké, je vindt ook dat het gewoon geloofwaardig moet zijn? Tuurlijk. Oké. In de zin, kijk, je hoort vanzelf. Iemand kan... Het moet kloppen. Ik hoor vanzelf, als iemand gaat rappen over 80 bitches, dan kan je horen aan hoe diegene het rapt. Of die ooit, zeg maar, meer dan 4 bitches heeft gezien, ja of nee. Ja, ik dacht meer, het is entertainment toch? Dus rap gewoon wat je wilt of zo. Ja, I don't know. Tuurlijk, maar dat maakt mij niet direct fan. Ah, snap je? Okay. Als je het hebt over wat ik kan niet zomaar alles in de auto gaan draaien, snap je? Ik moet wel met de ramen naar beneden kunnen pompen. En bovendien, ik zit ook nog heel erg gewoon vast in mijn Amerikaanse shit. Hmm. Ik luister ook naar 2 Chainz en nog steeds naar Slim Thug en Pimp C en Mac Dre. Allemaal gasten die al jarenlang helaas begraven zijn, weet je wel. Omdat hun ook nog steeds heel veel dope muziek hebben die ik moet ontdekken. Ik probeer nog steeds uit te dokteren hoe Dr. Dre zijn platen in elkaar heeft gezet, snap je? Daar ben ik nog steeds mee aan het... op ontdekkingsreis om te checken hoe die dat soort trucjes allemaal hebben gefixt, snap je? Wat vind je van een Fresco? Ja, Fresco is teringhard. Ik was ingezet met hem. Je kan Fresco niet ontkennen. Fresco is teringharde rapper. Hij is teringhard. Ik wil een klein stukje laten horen. Je had het net over lyrics. Ja. Wat wel lijf, man. Dit is wel echt iets wat ik je wil laten horen. Zijn beste plaat was niet met Arjan Lubach, maar dat zal hij zelf ook wel inzien. Hij is ook... lyricaal, man. Even kijken. Nee. Heel kort, hoor. Nee. Kijk. Ja, dit soort ruim scheiden het kaf van het koren. Snap je? Nee, allemaal woorden die ik niet eens ken. Ja, maar dat moet rap ook zijn. Weet je? Als je een rapper bent, ben je een taalkunstenaar. En Fresco gooit een gekke flow op je. En hij gooit allemaal woorden die soms hetzelfde eindigen en soms hetzelfde beginnen. Met die para, para, para. Dat is allemaal het begin van een woord, weet je wel. En het is dope als een rapper je dwingt om een woordenboek uit de kast te pakken en gewoon een woord op te zoeken en het dan achter te komen. Tering, wat deze man zegt, klopt gewoon helemaal. Weet je? En als je Fresco aanhaalt, wat hij wel als een van de beste kan, is dat ik denk dat hij heel erg zijn hart op zijn tong heeft liggen. Hij hoeft niet ver te zoeken naar waar zijn emotie is. Zijn emotie is altijd meteen in zijn shit, zeg maar, ja, weet je wel. En dat is knap en dat moet je durven. En ik denk dat ik langzaam maar zeker meer die kant op aan het weet, dat ik nog meer over mezelf durf te vertellen. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar... Mijn eerste grote hit was Zinloos. Het ging over zinloos geweld in Nederland. Maar het was beschrijvend. Het waren situaties van andere mensen. Ik kon het goed beschrijven. Weet je, ik had het mooi in elkaar gezet. Maar het ging niet over mij. Snap je? Het ging over... Misschien had ik wel veel gemeen met de slachtoffers. Dat rap ik ook. Maar het is niet een... Weet je, Fresco praat altijd vanuit zijn eigen gevoel. En dat is iets ook wat... Soms moet dat groeien bij mensen. Maar hij is een van de hardste. Dat no doubt, denk ik. Wanneer komt jouw nieuwe album? 1 mei komt de eerste single. 1 mei, oké. Okay. En heb je zeg maar iets, heb je een samenwerking waar we op kunnen wachten, waarvan we denken van... Ja. Primeertje. Ja. Maar goed, als je het hebt over die oude garde samen, ik heb 1 track met Arbi Jan. Oké. Okay. En Arbi is sowieso is ongetwijfeld een van de beste van Nederland. Dat is een hele dope track. Arbi Jan staat op die plaat en Najib Amhali. Wat? Ja. Ja, dat was wel bijzonder. Dat ik hun alle twee heb kunnen strikken om op deze plaat met mij te springen, dat was heel dope. Ja. En dat is die van 1 mei? Nee, 1 mei komt de intro uit. Kijk, en dat is het ook. Ik ben natuurlijk gewend om een album te maken van oudsher.
Als je op een album gewoon 4 hitsingles hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit wat de rest van het album is. Mensen kopen het album toch wel. Dat was ook een beetje vroeg, dus je kon meer dingen doen. Tegenwoordig moet elke track moet gewoon een verhaal op zich zijn. En het heeft ook niet zoveel zin om een album in één keer te gooien. Want heel veel mensen checken dan de eerste paar tracks en dan zie je langzaam die aandacht naar beneden gaan. En aan de andere kant denk je van oké, ik heb nu 16 tracks klaar liggen. Gemixt, gemasterd, alles. 1 druk op de knop en het is uit. Maar als ik 1 mei begin en ik doe elke week een track, dan is het hele album pas uit eind augustus. Ja, precies. Snap je? Dus ik ben nu ook over andere manieren aan het nadenken van hoe kan ik dit bij mijn echte fans eerder brengen, zeg maar, dan... Hè? Want al die tracks zijn goed genoeg om ze... Weet je, ik wil ze niet in één keer gooien, want dan gaan mensen ze niet allemaal kunnen beseffen. Dat is jammer. Dus deze tijd dwingt je ook om op een nieuwe manier na te denken over hoe je het in de markt zet, zeg maar. Nice, man. Ik denk dat we over moeten gaan naar geloof. Want we hebben nog een aantal minuten. Ja. Ben je religieus? Van huis uit niet. Oké. Okay. Dus we gingen bij ons thuis, er werd niet gebeden, we gingen niet naar de kerk, dat soort dingen. Maar vanuit mijn innerlijke zelf wel. En als je ook gaat luisteren naar Lange Frans lyrics van de afgelopen 20 jaar, want ik ben net 40 geworden. En mijn eerste raps kwamen uit toen ik ongeveer 20 was. En in de meeste van mijn raps haal ik God aan, snap je? Of heb ik het over hem, of dat ik praat met God, of dat ik een boodschap heb gekregen van God. Dus ik voel me wel gestuurd, zeg maar, door een hogere power. Ik heb een groot vertrouwen in dat... Zelfs als we alles naar de kloot gaan, dan heb ik nog steeds vertrouwen op dat het goed komt, omdat ik in mijn kracht sta. En ik weet niet, je kan het God noemen, je kan het spiritualiteit noemen, je kan het universum noemen. Sommige mensen noemen het Jehovah, Allah. Het maakt niet uit hoe je het noemt, weet je. Dat is een naam. Maar dus ja, voor mezelf ben ik dat wel. En ik geloof er ook heel erg in dat als je, als je goede dingen doet en je helpt, dan, en je hebt zelf dan een keertje hulp nodig, dan zul je die hulp ook krijgen. Snap je? Dat geloof ik wel echt in. Maar niet in een bepaalde religie, dat heb je niet, toch? Nee, want ik denk, mijn ego is te groot om het te conformeren aan één religie. Snap je? Ik vind in alle religies vind ik mooie dingen. Weet je, en bijvoorbeeld nu de moslims onder ons hebben natuurlijk Ramadan. En ik snap ook dat het vasten is iets spiritueels, maar het is ook iets heel lichamelijks. Het reinigt je lichaam. En als je ook bewezen, echt die hard vast, dan eet je dus ook 's nachts bijvoorbeeld niet een paar dagen. En dat komt ook uit het christendom komt voor. En heel veel mensen zeggen dat ook vanuit oude Oosterse wijsheden. Als je je lichaam echt schoon laat maken, dan... Dat doet gewoon echt iets goeds voor je. Dus ik geloof in al dat soort dingen. Ik heb ook een tijd gehad dat ik 3 maanden lang bijna alleen maar groente en fruit gegeten. Was ik wel ontzettend afgevallen, maar het deed ook iets dat? Met je. Ja, apart. En je moet niet verwachten dat je harder het rollen krijgt op een gegeven moment. Als je alleen maar groente en fruit eet. Maar het reinigt de boel wel. Ja, alleen maar van die sapjes en zo. En spinaziesalade en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat we ook een beetje te gefocust zijn op... op ons toekomst, op geld en op de wereld. Dat we zijn losgeslagen van onze ziel, van ons zijn, weet je. En die spiritualiteit zijn we gewoon helemaal verloren. We zitten onszelf gewoon helemaal vol te proppen met shit. Overbodig, onnodig. En we vergeten eigenlijk waarom we hier echt zijn, weet je. Precies. Snap je? Dat is soms gek om erover na te denken dat mensen... Toe, kijk, als je om je heen kijkt naar alle dieren, naar alle planten... De zon, de maan, weet je. Het klopt allemaal zo goed. Het kan gewoon niet door een knal zijn gekomen, weet je. Dikke maag af. Vooral dat. Kijk, de meeste mensen zijn niet klaar voor die discussie. Omdat als je daarover met ze gaat praten, dan dwingt het mensen om na te denken over de basic vraag van... Oké, wie ben ik? Waar ben ik? En wat de fuck doen we hier? Want dat zijn de 3 basisvragen waar iedereen mee rondloopt. En niemand weet het antwoord. Je moet voor jezelf... er een bepaalde logica van weten te maken, snap je? Kijk, waardoor je zelf denkt, ja man, dit is tof om te doen, dit voelt fijn, dit voelt niet fijn. En kijk, we kunnen wel zeggen dat we vrij zijn, maar we zitten natuurlijk ontzettend gebonden. Je zit gebonden aan je werk, je zit gebonden aan waar je woont, je zit gebonden aan het land waar je bent. Kijk, een wonen in een land is niet veel meer dan een abonnement. De eerste 18 jaar krijg je gratis en daarna moet je gewoon betalen. Als je hier weg wil, moet je ook betalen. Als je ergens anders gaat wonen, moet je ook betalen. Zo is het toch gewoon? Het is gewoon een abonnement. En het is voor jezelf gewoon belangrijk om erachter te komen van, weet je, wat vind ik nou tof om te doen? En vind daar een manier in. En ik ken niemand die... weet je, als je een huis koopt met 25 slaapkamers, super dope. Maar zorg dan in ieder geval dat je 20 mensen hebt die echt graag bij je willen komen wonen. Snap je? Anders wordt het gauw eenzaam daar. Snap je? Dat is het meer. Ik zeg tegen niemand van, weet je, als jij
gigantische dingen wilt doen en je wilt een of andere bedrijf opzetten en de grootste tycoon van de wereld worden in wat dan ook, doe het, weet je. Maar vergeet niet waarom je het doet. En het mooiste vind ik ook, als mensen praten over geld of je hoort jongeren dromen over geld verdienen, en ook rappers, het is alleen maar, de meeste rappers willen gewoon een zak geld aan hun moeder geven. Dat is eigenlijk wat ze willen, snap je? En waar komt dat vandaan? Ze hebben hun moeders jarenlang hard zien werken. Dubbeltjes om zien draaien en eindjes aan elkaar knopen, snap je? En ze willen, geld wil je vooral doen om iemand een leuke dag te geven, om hun leven te verlichten, of om voor iemand een auto te kopen, of een paar maanden de huur te kunnen betalen. Voor makkelijke. Snap je? En, ja. Maar dus eigenlijk zien ze dat geld als een soort van extra liefdesovertuiging, snap je? Maar niemand wil geld om iemand mee te slaan of zo. Je kan van geld op zich, je kan niet een kogel stoppen met een briefje van 500. Dat gaat niet gebeuren, snap je? En uiteindelijk, dat is het ook. Je kan al het geld van de wereld hebben, maar als je niemand hebt om mee te lachen of om mee te delen of om mee te leven, wat is het dan waard? Dan ben ik liever arm, snap je? Zet mij dan maar gewoon. Dat weet je volgens mij heel goed. Ik denk dat jij wel echt hebt gezwommen in geld een hele lange tijd. Dus. Nou, kijk, geld is voor mij nooit een issue geweest. Ik kom uit een middenstandsgezin. Twee werkende ouders die lang bij elkaar zijn geweest. Mijn moeder was schooljuffrouw, mijn vader werkte voor de gemeente. En ik heb altijd kunnen doen wat ik wilde. Ik was niet verwend, ik had niet extra, maar er was altijd genoeg, snap je? Dus ik heb nooit schaarste gekend. En ik denk wel, als je uit schaarste komt, dan is die drang naar geld is nog groter, snap je? Want dan denk je dat het gemis kan opvullen van wat je ooit gehad hebt, weet je? Maar ik heb altijd gewoon heel veel geld verdiend met rap. En nog steeds. Ik heb 20 jaar hoef ik niet terug naar mijn baas en naar school. En daar ben ik gewoon dankbaar voor. En ups en downs, het ene jaar is vetter dan het andere jaar. En als je 20 jaar in de game zit, dan niemand is nummer 1, zeg maar 20 jaar lang. Dat bestaat niet. Dat kan niet, weet je. Zoals in Amerika niet, man. Bestaat niet. Ik heb af en toe de mazzel dat ik gewoon kan laten zien dat ik nog steeds het heel goed kan. En dat mijn agenda show technisch altijd vol is. Weet je, ik doe 100 optredens per jaar, elk jaar ongeveer. Hoeveel? 100. En dat valt nog mee, hoor. Dat is niet, ik ken Hollandse zangers, die doen er 200 per jaar. Dat is 4 in de week. Dat valt ook nog wel mee als je het in werkdagen gaat uitrekenen. Ik denk ook dat het dan gewoon minder leuk wordt, man. Als je het dan gewoon doet voor het geld, gewoon of zo. Ik denk dat het zeg maar moment heeft dat het weer even leuk is. Maar als je het constant doet, iets wat je structureel doet, dan ja, als je, de kijk, waarde ik ben, wordt ook minder of zo. Misschien. Als jij een maand nu geen show geeft en over een maand geef je een show, dat gevoel is heel anders dan als je... Geloof me, als je een maand stil zit en er komt een show, dan krijg je meer energie dan dat je gisteren ook een show hebt gespeeld. Ja. Dat is absoluut een feit. Maar, en deze discussie hebben we ook wel eens onderling. Maar zolang ik zeg maar met mijn team, zeg maar, zolang we altijd vrolijk in die auto stappen en we hebben het leuk samen, en dan is het geweldig. En het leuke is, ik heb veel liedjes gemaakt door de jaren heen. Je hebt natuurlijk een aantal liedjes waarvan je weet, oké, die doen het live heel goed. Maar dan ben je bij een show en dan vragen mensen ineens een soort liedje wat je weinig speelt, weet je, een soort duister liedje van een album wat niet veel mensen hebben gehoord. En dan krijg je dat soort verzoeken. En dan sta je gewoon op een feestavond, sta je gewoon een liedje te doen als onbegrepen, weet je wel. En of het leven is een bitch, weet je, en wat helemaal niet klopt. Maar dan staan er twee mensen die staan zo hard te chillen. En dat maakt dan zo'n hele avond goed. Daarna staan we gewoon weer Polonaise te vieren, 22 Baco mee naar die Zuid, moppie, moppie, moppie. En we eindigen met het land van in de hardcore versie. Maar dat zijn dan toch die momentjes dat je wel, weet je, dan maak je het bijzonder op dat moment van mensen. En het is ook gek om gewoon, weet je, bij mensen op een bruiloft op te treden. En dat ze gewoon, zeg maar, ja, weet je, we wilden gewoon echt jou erbij op deze speciale dag. Ik heb dat altijd als iets bijzonders ervaren. Als je mij erbij wil op een bijzondere dag dat jij en je vrouw ja wordt aan elkaar geven. Dat is wel hier, man. Gap, ik ben daar. Je krijgt geen korting, maar ik ben er wel. ik kom en ik vind het bijzonder. Je hoeft me niet, zeg maar, erbij te zetten op de bruiloftstaart, zeg maar, extra als mannetje of zo. Maar ik ben daar, 100%. Ja. Ja. Kijk, en er zijn in Nederland gewoon een hoop dingen gaande. Er zijn altijd braderieën, kermissen, er zijn altijd buurtfeesten. En de meeste mensen in Nederland, dit heb ik geleerd, ik ken Nederlander inmiddels. En ik ken ze van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg. Ik ken ze van de Waddeneilanden tot aan hier in Zaandam in de buurt. Ik ken de mensen, ik weet wat ze willen.
Snap je? En verschillende mensen willen verschillende dingen. Maar als mensen willen feesten, willen ze gewoon feesten. Er is geen één rapper die een set kan spelen van 30 minuten met alleen maar emotionele huilnummers. Er zit niemand op te wachten. Je hebt gewoon, en er is geen één rapper die dit kan ontkennen, je hebt gewoon die commerciëlere hits nodig. Ja, je hebt je tracks nodig. Als de vrouwen gaan dansen, wat gebeurt er dan? In het begin staan de mannen staan zo. Wanneer de vrouwen gaan dansen en die billen gaan schudden, op een gegeven moment gaan die mannen gaan toch langzaam naar voren komen dansen. En die handjes gaan de lucht in. Dat is wel hoe het werkt. En wat ik wilde zeggen is, de meeste mensen in Nederland willen gewoon vermaakt worden in hun eigen achtertuin. Snap je? Er zijn mensen bijvoorbeeld die gewoon in kleine dorpjes wonen, die zitten gewoon te wachten op dat jaarfeest. Wat gewoon in hun eigen achtertuin is, met z'n allen. En die hebben helemaal geen zin om naar de Ziggo Dome te gaan, naar de toppers. They don't give a fuck. Die willen gewoon, als het kermis is, met hun eigen buren, hun eigen familie. En dan vinden ze het ook niet erg om een beetje te betalen voor goed entertainment. Oh mijn god, man. Dat wist ik helemaal niet van. Geloof me, ik zit in een segment. Ik kom daar weinig andere rappers tegen. Ik ben meer, zeg maar, de volkszanger-rapper. Weet je? Oh, nee, ik heb liedjes met Sean West en ik kan ook dat soort dingetjes doen. Geloof me, er is werk. Snap je? Er is veel werk. Dat is ziek om te horen, man. Ja. En waar we het ook net nog over hadden, hè? Weet je wat ik ook heel bijzonder vind? Is dat bijvoorbeeld als we ook gewoon logisch nadenken, volgens ook de wetenschap, dan kan niet iets ontstaan uit het niets, toch? Mm-hmm. Dus als we energie zeggen, dan moeten we denken van, maar waar is, hoe is dat ontstaan, weet je, door wat? Ja. En zo kunnen we steeds dieper en dieper gaan, maar ooit is het zeg maar ergens begonnen. Maar hoe? Ja. Bijzonder, man. Ik zeg maar, in veel beginverhalen wordt er ook gezegd dat zeg maar, God, bij gebrek aan beter woord, iemand heeft iets verzonnen. Alles om ons heen. Uiteindelijk zitten we in iemands droomwereld, of in iemands virtual reality, of in iemands testschaaltje in een laboratorium, weet je, of in iemands mierenhoop. I don't know, ik weet het niet. En soms zie je ook dingen op de aarde dat je denkt van, wow, het lijkt gewoon alsof wij een soort van overblijfselen toeristen zijn en dat we een beetje rond mogen kijken, weet je. Soms zie je, in Libanon heb je bijvoorbeeld een plek die heet Baalbek. En daar liggen stukken steen, die zijn nog niet, zeg maar, helemaal uitgegraven uit de berg. Die stukken steen, die zijn groter als dit hele appartement. Misschien 4 appartementen hiernaast, zeg maar. Zo groot is die hele steen. Snap je? En als je ernaast staat, dat je echt denkt van, oké, stel we zouden nu de opdracht krijgen om deze steen 10 centimeter te verplaatsen. Dan zouden we zoveel mensen moeten bellen met zoveel kraanwagens en allerlei apparatuur om dat te doen. En we zouden er heel veel geld voor nodig hebben. Dat je echt denkt van, hoe de fuck hebben ze dit vroeger ooit gedaan? Als ze ons inderdaad in de geschiedenisboeken willen laten vertellen. Ik geloof niet dat er, zeg maar, een boomstam was en nog een boomstam die allemaal rond waren en dat we hele grote stukken steen aan het duwen waren. Snap je? Dat geloof ik niet. Gek met de piramides ook. Hm? Ook gek met de piramides, hoe dat is gebouwd. Vet zware stenen. Ja, en nogmaals, ik heb een groot ego. Ik ben artiest, uitvoerend artiest. Ik heb een super groot ego. Mijn ego heb je gewoon een vrachtwagen voor nodig. Ik kom zelf in een kleine auto en daar achteraan komt de vrachtwagen voor mijn ego. Dat weet ik. Dus ik snap het. Iedereen heeft een ego. En langzaamaan maak je korte metten met je ego, wordt het minder belangrijk in je leven. Maar iedereen heeft een ego. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een farao is geweest die zo'n groot ego had dat hij dacht, weet je wat, 100.000 mensen moeten 20 jaar lang werken om een piramide te bouwen waar ik dan dood in mag gaan, zeg maar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe hou je 100.000 mensen? Dat zijn 2 voetbalstadions vol met mensen. Die moet je elke dag eten geven. Ze doen werk wat ze niet leuk vinden om te doen. Geloof me dat die mensen liever iets anders gaan doen dan jouw fucking graftom bebouwen de hele dag. Als je erover nadenkt, denk je, hoe dom waren die mensen dat ze dat 20 jaar lang gedaan hebben, snap je? Hoe kan dat? Dus ik denk niet dat dat met mensenarbeid gedaan is. Ik denk dat we niet lang geleden in de geschiedenis toch andere technieken hadden of andere dingen konden. Misschien konden we toveren, misschien konden we stenen smelten en ze, zeg maar, opnieuw vormen. Misschien, ik weet het niet. Misschien waren het inderdaad mensen die van elders kwamen met allerlei futuristische technieken en zo. Ik was er niet bij, ik weet het niet. Maar ik denk dat het slimste is om te zeggen deze dagen is, ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar ik sta open voor alle suggesties. Ja. Ja, we weten pas ook waar we naartoe gaan als we dood zijn. Dus soms denk ik ook van, ik kijk er echt naar uit om gewoon, om te weten? Om dood te gaan, omdat ik dan weet en hoe het voelt. En natuurlijk wil je gewoon nog wel blijven leven en zo. Maar, ja, maar dat is gewoon heel erg benieuwd, toch? Je bent dus niet bang om dood te gaan, zeg maar. Dat is dat wat je zegt? Aan de ene kant wel. Kijk, ik ben wel islamitisch, dus ik weet gewoon van,
ik geloof dat er een hemel en een hel is. En als je niet goed hebt geleefd, dan is de kans er dat je in de hel belandt. Ik hoop het niet, maar die angst is er wel. Ja. Het is ook een soort van druk om gewoon goed te leven. Maar kijk, is dat niet een soort van sneaky ezelsbruggetje wat ze hebben ingebouwd? Zo van, om je te laten herinneren dat het goed is om goed te doen. Snap je? Ja, ik weet niet. Ik denk dat we dan ook moeten gaan kijken van wat is goed en fout? Wie gaat dat bepalen voor ons, weet je? Ook dat. Als jij echt gelooft in een schepper, dan kan je gewoon... Kijk, een schepper die kent zijn creatie het beste, dus hij weet ook wat goed en fout is. Als je in een schepper gelooft, hè. Mm. En dat zie je ook als je kijkt naar de mens, hoeveel er is veranderd met goed en fout. Vroeger was slavernij gewoon normaal. En nu is het gewoon afschuwelijk. Hmm. Vroeger was... En dat hebben we het over een paar jaar geleden. Hè? Ik bedoel, Zwarte homo's. Ja. Ja, of homo's, dat precies, kon niet. En ja. Nu, als je er iets over zegt, dan word je gewoon helemaal afgemaakt. Ja. 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 Dus weet je, over 100 jaar, wat is dan wel weer niet... Wat is dan wel normaal, wat nu niet normaal is? Ja, dat is een vraag. Kijk, ik denk wel gewoon in de basis dat we... Ik zelf in ieder geval, ik ben een simpel mens. Ik wil gewoon met mijn vrienden kunnen barbecuen in de zomer. Weet je... We willen een grote Amerikaanse Jeep voor de deur. En we willen dat we, weet je, happy wife, happy life. Gewoon iedereen een gezond en gelukkig gezin. En ik denk, en dan jezelf ontwikkelen. Kijken of je kan doen wat je leuk vindt in deze wereld. Ik denk, als je zo ver bent gekomen, daarom, als zou het voor mij morgen allemaal ophouden, dan is het mooi geweest, snap je? Ik hoop ook dat mensen zo leven van... Je kan niet nu leven en dan denk van ja, want over 20 jaar dan ga ik genieten. Wie zegt dat je dan morgen nog bent? Ja. Het is een mooie dag vandaag. De zon schijnt. Wat houd je tegen om vandaag er het beste van te maken? Snap je? Daar geloof ik echt heel erg in. En zoveel mensen zeggen, ja, nee, ik ga mijn album pas uitbrengen als dit of dat. Weet je? Nee, gewoon doen. Weet je? Niemand zit op je te wachten. Dus gooi het gewoon eruit. Weet je? Ga niet te moeilijk doen. Maak het en word beter. Snap je? Daar geloof ik heel erg in. Heb je nog een boodschap voor de kijkers? Sowieso je single 1 mei, mensen gaan dat allemaal checken. 1 mei, ja, en als je het niet op YouTube kan vinden, ja, makkelijker kan ik het niet maken. Mijn website heet langefrans.nl. Ik ben op Instagram, ben ik gewoon langefrans, @langefrans. Op Twitter ben ik @langefrans. Op Facebook ben ik langefrans official. Even kijken naar links, nee? Langefrans, gewoon langefrans. Dus zoek me en vind me. En vanaf 1 mei ga ik mensen gewoon in ieder geval wekelijks of tweewekelijks nieuwe muziek geven. Waar ik zelf, ik zit er zelf al 4 maanden naar te luisteren. Ik ben er fucking gek op en trots op. En kan niet wachten dat ik het mag delen. En voor de rest, blijf gezond. Blijf kritisch nadenken. 100%. Succes met de Ramadan. En hou de energie gewoon correct voor jezelf. Want als je correcte energie hebt, dan komt die correct terug. Ja. Weet je, kijk naar jou, kijk de transformatie die jij hebt kunnen maken voor jezelf. Weet je wel. Mensen dachten dat je was afgeschreven. Je hebt veel te voortduren gehad. En je bent gewoon fucking doorgegaan met wat je doet. Je ding. En langzaamaan maak je de transformatie. En kan je die 2 middelvingers omhoog gooien. Ja, snap je? Dat is dope. Zo hoort het te gaan. En daarom ook. Dank je wel. Top. Ik vind het ook echt heel tof dat je te gast was vandaag. En voor mij was het een beetje onwerkelijk, toch? Ik bedoel, als klein kind dan kijk je naar de nummers en dan zit je gewoon na 10 jaar gewoon samen aan 1 tafel over om shit te praten. Dus ik waardeer het, man. Dankjewel. Graag gedaan, Gab. Graag gedaan. Mensen, abonneer en like en reageer. En ik laat alles in de beschrijving van Lange Frans.